kan niet. Dus je moet een huisje hebben in de desert, hè? Dat lijkt me wel verstandig. Pas als morgen de zon weer schijnt, mag je mij in mijn bedje schoppen. Als je in mijn ogen leest, staat er maar één woord als feest. Het is een woord dat nooit verdwijnt. Deze avond kent geen eind. Hey, hallo, stelletje flippo's. En... Hey, flippo's. Ben, welkom bij Tekkit. Met Rick. Ja. Tekkit met mij. Klinkt al cool. Ja. Oké. Dus, we hebben geen bomen. Dat is het probleem 1. Nee, ik dacht dat we bij achter die... Oh, ik dacht dat er bij die village daar zoiets stond. Ja, rechts van de village. Oké. Nou, als jij dan bomen gaat halen, dan ga ik hier zo mijnen. Dikkie. Ja, dan ga ik eerst eventjes een paar van mijn dingen omlaag zetten. Animaties. Ik zag hier een hele mooie ravijn. Die vind ik prachtig hier. Oké. Okay. Goede plek voor shit halen. Oh ja. Ja, ik ga even allemaal animaties afzetten. Die staan allemaal nog aan. En wat is er erg aan? Je hebt toch een snelle laptop nu? Nou, ik ben ook tegelijk aan het renderen, dus. Zucht. Doe dat dan niet tijdens het opnemen. Dat was al bezig voordat jij het vroeg, dus. Dan zeg je het uit. Ja, het is nu al op de helft. Nou ja, boeien. Oké, nou, ik ben het ravijn ingedoken. Oké, en... Ik ben al bijna de lava ingevallen, dus ik... En jij bent weg. Ja, end of stream. Zucht. Mijn textures werken niet helemaal. Nee. Mijn gewone Minecraft textures van de Pure BDcraft werken wel, maar alle tech dingen zijn wel nog gewoon. Dat weet ik, dat ja. Ik vind het heel vervelend. Ja, dat daarvoor heb je echt een speciale Pure BDcraft nodig. Ik heb opgezocht de speciale versie van Tekkit, maar ik heb hem nergens kunnen vinden. Hij is er wel. Ja, ik heb hem vaker niet of mensen hem zien gebruiken. Ja, ik heb ook... Friggy heeft hem bijvoorbeeld gebruikt. Ja. Ja, ik kijk de Tekkit-serie met Kingo en Friggy. Ja. Best nice om te zien. Nou ja, ik weet niet wat ik hier heb, maar het zal, wow, het zal waarschijnlijk een emerald zijn. En... Kim. Zucht. Memory zeker. Nee, ik word er nou gewoon zomaar uit. Oh ja, had ik net ook. Ik neem trouwens even het ijzer en zo mee uit die chest. In die village. En ik ga ook trouwens die chest meenemen. Je neemt gelijk alles mee. Doef. Ja, we moeten toch iets... We moeten wel... Is als de chest. Neem ook gelijk de furnace mee als je toch zo gaat beginnen. Ja, dat was ik ook al van plan. Neem gelijk de oven en zo als me. Dat was ik ook al van plan. Ach, ongeluk. Doe ik altijd. Wauw. Nou ja. Ik heb tenminste wat dingen om mee te beginnen. Ja, twee furnaces en een chest. Als ik nog zo'n deel heb waar ze zo'n... Workbench hebben, hoeven we die ook niet te maken. In zo'n bibliotheek stond als goed is een workbench. Ja, oké. Okay. Ik neem ook de boeken mee natuurlijk. Hey, dan heb je weer wat te lezen zeker. Ook. Hey, en weet je wat ik eigenlijk wil? Ja. Dat ook Tekkit naar de volgende update gaat. Naar 1.3.2, weet je waarom? Dan kun je echt boeken schrijven en zo. Ja. Ik dacht dat jij gaat het blauwst vinden van heel die update. Dat, die boeken. Dat vond ik ook. Hey, je wil nog in de speciale serie. Kijk, heb je die wel eens gezien? Weet ik niet. Ah, hij heet S-streepje Special. Nee. Nou, daarin begon ik dus eigenlijk eerst met een... echt met iets heel vreemds dat ik in een wereld was ik dan terechtgekomen. En daar heb ik dus eigenlijk de hele tijd geleefd. Aflevering 5 moet ik mijn huis herbouwen, weet je waarom? Ja.
Nou, je weet toch dat ik toen nog had gewerkt met die andere mod, met die huis, hè? Met die vip. Nou, die had speciale blokken en die, dat huis dat ik had, die had... Hey, shit. Wat? Nee, mijn iron valt naar beneden. De lava in. Zucht. Ik heb al twee ijzer, maar het begint donker te worden. Ik zit veilig in mijn grot vol met mobs. Ja. Ik denk dat ik toch alvast aan een klein gebouwtje ga beginnen. Ja, dat is wel handig. Hè? Ook al heb ik nog allemaal niks, ik ga eerst... Ik heb een aantal iron ores, dus ik ga even een klein hutje maken hier zo in mijn ravijn. En dan blijf ik dan voor een paar afleveringen gewoon diggy doen. Oké, dan ga ik even hakkie-hak doen bij bomen. Ja, hakkie-hakkie doen. Ja, hey, misschien kunnen we een soort bomen uiteindelijk maken. Ja, en als je toevallig tijd hebt, kom even naar beneden hier zo. Om het hout af te leveren, torchen en zo, en eventueel tools. Ik heb wel een iron pickaxe nodig om alle belangrijke shit op te pakken. Ja, dat begrijp ik, maar... Extra god gevonden, mooi. Nice. Maar ik ben natuurlijk hier ook nog een beetje bezig met spullen te verzamelen. Ja. Ik bedoel, ik heb zelf nog helemaal geen hout en ik loop nu gewoon paal langs het bos. Haal dan hout, dat is de bedoeling. Ja, maar ik liep er dus langs. Ik wist niet hoe ver het dus nog was, maar ik liep er dus al langs. Ik zag het uiteindelijk op... Ik moet wel een beetje opschieten, want mijn pikkers als het ding kapot. Dan ben je helemaal handigs meer. Nee, ik moet dus ook nog anders een huisje werken, dus ik ga eerst een heleboel hout verzamelen. Ja, maar ik denk... Ik denk dat even alle belangrijke shit belangrijker is dan een huisje. Alle ores, alle diamonds, alle tin, alle bom, alle iron, alle sapphire, ruby, emerald. Ja, maar zonder hout, ik heb natuurlijk hier ook hout nodig. Misschien kan je kijken... Voor wat? Meer hout halen? Ook? Maar ik wil natuurlijk ook uiteindelijk kunnen helpen, maar ik wil ook dat we alvast een soort basishuisje hebben waar we wat dingen in kunnen gooien. Ja, maar een basishuisje is een beetje nutteloos als ik heb mijn pickaxe nou kapot gaan. ik denk dat... Als we niks kunnen ophalen, want ik heb hier nou niks te doen. En naar boven komen gaat niet zo makkelijk. Zonder pickaxe. Ja, maar ik weet dus ook niet... Ik zit hier nou letterlijk vast totdat jij eindelijk hout kan brengen, dus alsjeblieft een beetje... Ja, maar ik weet niet naar welke. Ik weet niet waar jij naartoe bent gegaan. Dat sowieso ook al. Zeg toch het ravijn. Ja. Al een paar keer. En je weet hoeveel ravijnen hier in deze wereld zitten. Het ravijn, de grote. Hallo. Ja, maar waar zit die dan? Ik heb nooit echt. Bij het water, weet je wel. Dat uitstekende eilandje ongeveer. Oh, daar, als je... Dat soort eilandgevalletje bij het water. Uitstekende gedeelte. Oh, dat. Nou, dat kan ik wel proberen te vinden. Ja, doe maar. Ik ga kijken. Nou, kijk. Ik ben zelfs de ingang zelfs al kwijt, volgens mij. Kijk of ik vanaf hier kan zien. Misschien kan ik er nog wel naar boven komen met alle cobblestone die ik in inventory heb zitten. Oh ja. Ik ben in dat uitstekende geval. Ik zag ook op... Oh ja, ik zie jouw naam precies boven mij. Oké, ik klim daar. Ja, ja. Ga langzaam op mijn boven. Hallo. Als jij nou het hout naar beneden gooit, kan ik het misschien net vangen zo. Ik maak wel een soort wegje zodat jij ook terug omhoog kan. Ja, haast niet. Gang. Ik heb al een soort trappetje hier zo trouwens. Oh, ik ben daar. Oeh. Hier. Rick. Ja, zo ook springen. Kan ik niet springen? Ja, dank je. Oké, nou inleveren de shit. Alsjeblieft. Oké. Goed. Okay.
Ja, dan ga ik terug omhoog. En huppakee. Nou, dan ga ik dus ook weer verder omhoog. Joep. Maar lekker je eigen dingen doen. Ja, ik ga voor nog meer hout zorgen en dan ga ik uiteindelijk nog beginnen aan het huisje. Ja. Zodat we... Het is maar beter dat ik jou geleerd heb hoe je moet bouwen, dan anders hadden we helemaal nog nergens zijn. Oh. Een beetje een mooi uitziend huisje. Een mooi uitziend huisje hebben we gebouwd tenminste. Ja, oké. Okay. Maar goed, aan een baashuisje, ik bedoel, dat is ook nog niet helemaal slecht. En er komt iemand online. Zucht. En iemand wil hoogstwaarschijnlijk ook chatten, dus. En wie is het dan? Ik geef alleen een initiaal, dat is de R. Ah, oké. Ik weet precies al wie het is. Mooi. Klootzak, zeker. Nee joh, dat zeg ik toch niet over haar. Oké, ik heb een... Rick. Waarom heb ik in godsnaam een chest gemaakt? What the fuck? Ik heb ook mijn hout gepakt in plaats van mijn cobblestone. Lekker handig is dat. Zucht. Chest gemaakt. Ik heb de furnace nou wel. Ja, wow, ik had je ook wel een furnace kunnen geven. Ja, boeien, misschien ga ik net naast dat gedeelte een soort gebouwtje maken. Welk gedeelte? Waar jij nu zit. En die wil inderdaad chatten. Dus ik ben zo terug. Ik moet even uitleggen dat ik eventjes niet kan chatten. Dus aan iedereen, tot zo. Oké, daar zijn we weer. Het is overdag. Goed, de persoon waar ik het over had, die weet niet. Die weet nog niet dat we aan het opnemen zijn. Ik heb het helemaal aan de zijkant geplaatst. Zodat we gewoon kunnen chatten. Ik moet dan wel even naar mijn inventory of zo. Of. Nou, maakt niet uit. Dat regel ik dan wel. Ik knip het er niet uit. En jullie zien toch niet wat ik en zij tegen elkaar zeggen. Dus. En Rick ziet dat ook niet, want ik sta niet op scherm delen bij Skype, dus... Nee, en ik ben niet echt geïnteresseerd om die dingen te zien, dus... Mooi. Is al één zaak opgelost. Okay. Ja. Ik moet trouwens bloemen aan het kapot maken of zo. Waarom ik dat doe, weet ik eigenlijk niet. Misschien kunnen we dat... vanille, voor een van de redenen. Ja, voor een tuintje of zo. Ik ga wat zand meenemen. Oké. Okay. Oh, we gaan ook op zoek naar rubber voor. Ja. Shit. Ja, weet ik. Dat doe ik dan nu ook wel even. Ja. Ik heb toch eerst even meer hout nodig voor een soort gebouwtje, dus. Oh, misschien kan ik het vinden op het andere. Eilandje. Want op deze heb ik alleen maar de gewone bomen gezien. Ja. En eigenlijk ga ik nu recht ook een beetje op die vulkaan af, dus... Ik wijk nog een beetje af, zodat ik niet op die vulkaan ga. Oké, ik heb een schijfvoorraad aan kool. Ongelooflijk veel gewoon. Nou, dat is mooi. Dan kunnen we het hele huis goed verlichten. Ja. En iron heb ik ook een aardige voorraad van. En niet... Ja, emeralds toch ook? 7 emeralds, 4 rubies en 3 sapphires. Ja, shit. Nice. Oh, mijn lava hier weer. Gezellig. Oh ja, ik vind ook dat we een soort doelstelling moeten hebben in deze serie. Dus net zoals... Oké, en wat voor doel had jij in gedachten? Maak minstens 5 van de... 6 of 7 van de soorten bloks die er bestaan in TechKit. 6? 6? Is dat 700? Oh, shit. Nee. Nee. Ik vind dat we ongeveer 7 verschillende soorten bloks moeten maken. Een soort blokkenfabriek.
Nee, ik bedoel van eentje van ijzer, van gold, diamond. Oh, oké. Okay. Dat soort dingen bedoel ik. Een hele eigen EMC-waarde waar we het over hebben, maar oké. Okay. Ja. Maar ja, het is in afval ook een soort doelstelling wat we hebben dan. Ja, ja. Oh, ik heb uranium hier zo. En de... Nice. Oh, de eerste aflevering zit er alweer op. Oh, ik heb lapis. Ik zit aardig diep dus.